YouTube... Hey, dit is niet mijn bril. Hey, YouTubers. De irritatie die ik vandaag ga behandelen, komt voor bij verschillende soorten schepsels. Bijvoorbeeld bij vrouwen. Of bij mannen. Maar zelfs ook bij kinderen. Jullie kennen het vast wel. Je staat in een discotheek of een lokale club. En dan zijn er altijd mensen die denken dat ze kunnen dansen. Laten we eens een kijkje nemen naar het voorbeeld. Weet houden we die lachen in, weet je wel. Dus hij zet het gewoon op fucking YouTube. En iedereen ziet dat. No shit. Ja, serieus. Dus Jake, die reageert zo van... Ah, je bent een homo. Ja, jullie snappen nu vast wel wat ik bedoel. Die jongen met dat hoedje, die kon echt voor geen meter dansen. Dat snapten jullie wel, toch? Dat was toch te halen uit de sketch, jongens? Dat, ja? En daarom heeft hij het meisje weggejaagd. Ik bedoel maar, wat een onzin is het toch ook, hè? Maar jullie kunnen vast nog wel meer dingen bedenken van mensen die vreemd dansen of wat dan ook. Kijk maar eens goed in de discotheek. Dan zie je soms wel eens mensen die denken van... Hey, ik kan echt goed dansen! Maar ze kunnen niet. Zoals sommige vrouwen die denken dat ze met hun heupen kunnen dansen. Maar de vraag van vandaag is... Hoe heet jouw favoriete dansmove? Je mag er zelf ook eentje bedenken, dus wees creatief. En de creatiefste komen bij mij in de reactievideo. Bedankt voor het kijken. En ik zeg nog maar één ding, en dat is... Later! Dames en heren, ik wil even Moerad bedanken. Hoe heet jij op YouTube? Moerad Prins. Moerad Prins, het staat hier in beeld. Hij is dus de danser uit de video. Een beetje de hoofdrolspeler, hè? Ja, bijna wel, hè? Ja, bijna wel. Vet. Nou, dus klik even op zijn account, abonneer op hem. Hij heeft echt gruwelijke video's. Thanks. Ik wil ook nog even Plein 40 bedanken omdat ik bij hun binnen mag filmen. Thank you. En ik wil Janine bedanken voor het meedoen. Thank you. En ik wil de Casino Show ook even bedanken om mee te doen. Thank you. Thank you. Mert Thank al bedankt. Mert al bedankt. Oh ja, Mert. En ja, ik wil Mert ook bedanken. Mert doet altijd mee. Ah, oké, okay, man. Thank you. Oh, kut, sorry man. Ik keek de camera in. Het is een rap. Het is een rap. Het is een rap die je zo kan opeten.